We zitten aan de kust, dames en heren. De ploegen van de puntjes of van de sprinters, José, wat doen we ermee? Sprinters met punch. Hebben jullie ook momenten van ontspanning in de Tour? Nee! Tenzij je s'avonds naar tv kijkt naar een halve finale van de Wereldbeker. Maar echt ontspannen is dat nu ook niet. Als je daar gespannen moet zitten tussen allemaal Fransen die uit hun dak gaan. En een beetje zitten te jennen. En bij iedere sliding tackle van een Belg roepen assassin. Dat is moordenaar. Ik heb gisteren een paar keer overwogen om zo'n Fransman op zijn kop te timmeren. Maar dat haalt dan ook weer niks uit. Ze waren in de meerderheid. Hoe heet dat weer, zo'n Piet Luttig ding? God, man. Dat is erg, hè? Caesar salad. Ja, Caesar salad. Caesar salad. En was ik na een hap of 10 keuteren in dat bord, waar ik niet echt goed zag wat ligt hier nu allemaal in, tot de vaststelling gekomen, daar moet toch kip bij? Het gaat met de Franse keuken van kwaad naar erbarmelijk. Het is overschat, zoals in voetbal. Ja. Dat is echt rommel. Niet te doen. Zeg, waar zijn die schoenen? En dan laat me die zien, ik pak die vast, ik gooi die gewoon door het raam. Hij springt dat in auto met dat wiel op dit warme asfalt. Ai. En die stond daar te springen met één voet de lucht in, andere voet de lucht in, één voet de lucht in. En ik dacht, die komt terug in die auto. Ik zei, hoe stond jij daar, jong? Wat stond jij er eigenlijk allemaal te doen zo? Hij zegt, heb je al eens aan dat asfalt gevoeld? Ja, dat is toch wel wat ontspanning. Maar dan moet je natuurlijk wel de moed hebben om 7:15 op te staan. Dan ben je om 7:30 weg. En dan kun je nog wel een loopje doen in de koelte. Wanneer ga je mee? Nee, ik lees dan de krant. Of zoiets. En dan heb ik ook het gevoel dat ik iets gedaan heb. Oh ja. Up. Chavanel. Chavanel. Waar ga je naartoe, jongen? Ramato Cromo Velato. De vorige lak van. Het lak de machine. En dit is gewoon rood met wit. En de vermitse controle wat aangescherpt is daar vooraan op het wat meer rondborstige gedeelte van de etappe. Stel je vast dat er toch wel een minuutje af is. In een zeer aantrekkelijke etappe. Enfin, als je dat vergelijkt met de kost die opgevoerd werd in de andere etappes in lijn. Oh la 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 la. Quelle démonstration. Bobet had jarenlang last van één groot probleem. Zonder zever, hè? Steenpuisten. Calmejean heeft het zitten. Nee. Heeft het zitten. Skouin sprint er van weg. Calmejean buigt het hoofd. Tju toch. Skouins, wat is hij in de weer? Hij heeft dat opgemerkt bij Calmejean. Of laat hij hem om de tuin? Kijk eens, dat zit in een wiel. Dat deden wij vroeger ook. Als we koersje nadeden en dan wegkletsen. En het was inderdaad een parcours zoals in de Ardennen. Op en af, van links naar rechts en smal. Hè? Het was wel mooi. We gaan bergop rijden nu. Echt bergop rijden. Van Avermaat gaat nu aanzetten. Van Avermaat gaat nu aan de binnenkant naar voren rukken. Omdat hij antwoordt op een uitval van Philippe Gilbert. Philippe Gilbert trekt aan de koord. Gilbert sleurt en trekt. Kan Van Avermaat daar nu naartoe? Want Simon heeft daar een opening gelaten. En Van Avermaat gaat er naartoe. Van Avermaat, de gele man, nu aan het wiel van Gilbert. Niet opgelet, nu moet het wat inhouden. En daar komen de sprinters natuurlijk ook in een mogelijkheid om een sprint te plaatsen. We zijn op minder dan 500 meter van de streep. Sagan zit daar uitstekend geplaatst. Sagan heeft nog over. Alaphilippe zit aan het wiel. Gaat hij nu aanzetten of gaat Van Avermaat dat doen? Van Avermaat pakt hier de koord. Colbrelli doet inderdaad nog mee. Sagan wacht. Wacht. Nu gaat Alejandro Valverde. Die pakt daar de binnenkant van de bocht. En dat kost hem een positie of 2-3. En nu gaan we helemaal breed uitsprinten. Nog 250 meter. Vanavond nog altijd op kop. Met de Sagan aan het wiel. Nu gaat de Colbrelli aanzitten. En Sagan probeert hem op te vangen. Sagan tegen Colbrelli. Colbrelli met de wilde rukken. Sagan naast Colbrelli. Sagan gaat hij de maat nemen. Of toch nog Colbrelli? Is het Colbrelli? Het gaat aan. Of toch Peter Sagan? Oei. Het is Peter Sagan. Het is Peter Sagan. Die zijn tweede etappe wint met een ruime voorsprong op Colbrelli. En derde Gilbert? Derde Gilbert, 4 seconden. Derde Gilbert. Goedemiddag, dames en heren. We gaan het kort houden vandaag. 108,5 kilometer, bergop, bergaf. En dan vooral aankomsten boven op La Rosière. Aan je nervositeit lees ik af dat je gedreven bent.
Je verwachtingspatroon is groot. Ja, ja, ik verwacht inderdaad wel iets, ja. Absoluut. Is het nog van deze tijd om bijvoorbeeld een goede helper om die de opdracht te geven? Ga eens een keertje naast Froome rijden en ga er eens een paar keer tegen frotten. Ja. Zo, even de schouder. Tits. In etappen als Roubaix zou je dat, om hem nerveus te maken, zou je dat kunnen doen. Of dat nu nog gedaan wordt, ik denk het niet. Ginds het Mont Blanc massief, maar nog veel imposanter dan dat massief. Karel Bertele. Wat een weids karakter. Het dal waar wij overnacht hebben, had dat niet. Nee, dat mag je wel zeggen. Dalle Sierra. Dat was inderdaad heel groot hotel en voor de rest eigenlijk heel weinig te beleven. Mijn bedenking was, je zal daar maar als kind opgroeien in eenzaamheid. Gaat er wat aangevallen worden? No. Plaatsvervangend denken is niet makkelijk, hè? Nee. De benen al zeker niet. Je kan er compleet naast zitten, hè? De benen al zeker niet. En als je er dan naast zit, dan resten alleen nog tranen om de bloemen die in de knop gebroken zijn. Wat heb je dat mooi gezegd. Het is niet van mij, dat is van Kloos, hè? Het is nog altijd even mooi. Ierse. Alaphilippe, haakt die af? Ai, ai, ai. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, dat zit daar te fladderen, te vlinderen. En dat denkt van, dat kan niet op vandaag. En dan, pats! Dat is toch niet te geloven? José ziet hier nog altijd de schuddebollen. Ja. José, je moet opletten, want die hoofd gaat van zijn de nek gewoon, vallen. Hij wordt gewoon voorbijgereden door Navarro, hè, die een beetje sneller rijdt. Is weer in één keer over. Hè, maar deze mens ontwikkelt een ferm tempo. Hè. Ja. Er is nog niemand overboord die niet overboord moet zijn of mag zijn. We gebruiken wel veel scheepstermen. Hè? Overboord, ja. Aanboord, overboord, bakboord, stuurboord. Dat was een kleine correctie van Valverde. Wij dachten zelfs eerst eens een hele mooie weg gevonden te hebben. Op ons GPS-signaal. Ja, het kostte ons een wat later aankomst aan het hotel. Ja. Een goede 2 uur zeker. Ja, tot we tot de conclusie kwamen dat dat eigenlijk de grens was in de plaats van een weg. Hier stond een paal. De grenspaal. Ja, oei, dat is geen weg. Dat is de grens tussen Frankrijk en Italië. Hier, neem een koekje. Het heeft wel wat van ruimte. Zover als je zien kunt, allemaal van de kouwer. Je kan ook aanstoker zijn zonder aansteker. De kleren maken de man. Jongen. Ik heb je gezegd, hè? Jongen. Sukkelaar. Nee, dat is niet waar. Zelfs de kerkjes slaan in bollen uit. En dit is het moment waarop hij plafonneert en zegt van ik moet muntjes bijsteken in de meter. Hier, Thomas zelf. Oh, la 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 la. Ja, dit is de strijd waarop we zaten te wachten. Daar gaat Bardet. En Froome reageert daar niet op. Hop, zak even van achteruit. Daniel Martin dan maar. Andermaal reactie van Froome. Froome speelt het spel. En Thomas ook. En houden zo de tegenstand in de tang. In de nijptang. Thomas die zit eigenlijk ook met de daver op het lijf om te kijken. Het is die dekselse Froome die nu wel overpakt. Thomas wordt aan de ketting gehouden. Het zal jammer zijn toch? Kijk, Froome, dat is duidelijk. Daar is de beste mans. Hè? De slimste dan toch. Hij ziet hem komen en attaqueert. Ik zou het ook doen. Tuurlijk. Gewoon logisch. Alles van mij afschudden. Logisch. En ervan uitgaan dat hij zelf, het alfamannetje, is de volgende dagen die moet beschermd worden. Thomas heeft er wel een splijtende demarrage op zitten en gaat hier wel de gele trui pakken. Wordt leider ook in het klassement van deze ronde van Frankrijk. En dat wordt dan toch wel een probleempje bij Sky. Al hebben ze natuurlijk 2 superpionnen in het midden van de Tour. Geraint Thomas heeft daar dus op de berekening gespeeld aan het wiel. Aan het wiel van die formidabele Dumoulin. En is daar dan van weggekletst. En gaat hier voor de volle buit. Voilà, hij wint de tweede Alpenrit. En schreeuwt het uit.
uit van dolle vreugde. En moet dus beschermd worden. En JV kijkt achterom, man, want er komt nog volk op. En dat volk gaat voor de bonus sprinten. En kan Dumoulin hier nog de rekening nemen van Froome? JV wordt achtergelaten. Froome en dan Dumoulin hier aan de binnenkant. En hij gaat hier nog de 6 seconden pakken voor Froome. 4 seconden. En dan Caruso en dan JV. Je zal maar JV heten vandaag. En hier is Daniel Martin. 21 seconden was het verschil tussen Thomas en Froome. Plus de bonus. Plus de bonus.